De moeder van een 13-jarige jongen, Yuri Joyo Pawiro, weet zich geen raad met haar zoontje. De rechter onderbeen van Yuri is aan het verrotten en artsen hier zien geen genezing meer daarin. Vorige week hebben wij in onze uitzending de situatie laten toelichten door Harry Elliott. Dat is de sociaal werker die de moeder van Yuri bijstaat. 1 voor 12 is op zoek naar fondsen voor behandeling van Yuri in het buitenland. De jongen wil zijn been niet kwijt, maar de kosten om Yuri in Nederland te krijgen voor behandeling bedragen ongeveer 26.000 euro. Als alleenstaande vrouw inwonend bij een broertje kan de moeder dit bedrag niet ophoesten. We hebben uw hulp hiervoor gevraagd en mensen hebben hierop ingespeeld. In het volgende item brengen wij u beelden van de vorige week en een update van de reacties die daarop volgden. In deze editie van 1 voor 12 het trieste verhaal van Jurik Jojo Pawiro. We bezochten hem samen met zijn moeder Marisco Carter di Cromo thuis bij de heer Harry Elliott. Deze 13-jarige zesde klasser is dringend op zoek naar hulp. In zijn rechter onderbeen hebben artsen van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo een carverneus hemangymoon geconstateerd. Dat zijn kliewentjes van afwijkende kleine bloedvaatjes in de huid. Althans, dat wordt geconcludeerd door de artsen. Dit zorgt verder voor een hyperkeratose, dat is verhoorning van de opperhuid op de huid. En dat is weer een proces waarbij cellen in de huid langzaam uitdrogen en afsterven. Gemeenschap van Suriname, zij die kijken naar 1 voor 12. Ik zit hier thuis met een jongen die van geboorte al een ziekte heeft. En die de ouders of de moeder die vindt heel graag dat hij weg moet voor behandeling. Hij wil alleen maar niets anders zijn dan een jongen om echt een kind te zijn. Uw hulp op welke manier dan ook is van harte welkom. Maar natuurlijk, het gaat erom, we moeten de tickets betalen naar Europa. We moeten daar een verblijf hebben. We moeten eten. We moeten kleden. En wij hebben een inschatting gedaan. Ik weet niet of het juist is om bedragen te noemen, want we weten niet wat de behandeling zal kosten. Maar uitgaande van een ticket hoogseizoen nu en die jongen zit op school, dan lijkt het me goed dat iemand zegt van, meneer Vismalen, dit is mijn bijdrage voor die jonge Yuri om naar Nederland te gaan om behandeld te worden. Ik zou graag willen dat de gemeenschap of zeg maar de autoriteiten of de overheid ook ons helpt of hij of mijn zoon dat hij toch voor verdere behandeling kan in het buitenland, want hier hebben ze de dokters hebben gezegd dat hij enige is amputeren en dat wil ik niet. Ik wil toch naar het buitenland om daar de hulp te zoeken. De kosten om haar zoon in Nederland te krijgen voor behandeling zijn ongeveer 26.000 euro. Ik vraag iedereen hier in Suriname hulp. Ik wil genezing zoeken. Hier in Suriname, ze zeggen dat ze mijn voeten af willen hebben, maar dat wil ik niet. Dus daarom ga ik hulp zoeken. En daarom vraag ik jullie om te helpen. Naar aanleiding van onze uitzending zijn we beland bij Lightspeed.com. Lightspeed.com heeft onze uitzending gevolgd en het heeft hun geraakt. Ik mag ook zeggen dat het u geraakt heeft. Ja meneer, dat is inderdaad zo. Ja, ik heb geen idee dus hoe zoiets iemand kan overkomen. Maar ik zou wel graag willen dat hij heel gauw genezen wordt, als dat mogelijk is natuurlijk. Ik vind het een prachtige geste dat daags na de uitzending of na de krantenberichten gelijk iemand reageert. Waarom heeft mama dan anders besloten feest dan over te gaan naar Jurik?
Volgens haar is het een beter idee om iemand liever te helpen dan feest vieren. Met feest, ja, je geniet als je feest viert. Maar het is toch beter als je iemands leven kan redden. We gaan proberen met de genade van boven deze jonge leven te redden. We werken eraan en ik wil haar heel hartelijk danken. Ze is niet hier, maar toch wil ik haar bij deze danken. Het stemt goed. En ik hoop wel dat andere kijkers of mensen die de berichten hebben gelezen in de media, dat zij ook zo'n mooi gebaar kunnen maken. Om, net zoals zij zegt, liever iemand een betere toekomst geven dan één dag feest vieren en alles opmaken. Maar nogmaals, ons dank is groot en we zullen dit overbrengen naar de familie Jurik. Dat dit zal bijdragen tot zijn vertrek. Dank u wel. Ja, er is inderdaad een geste, laat me dit ervan zeggen. Goeiedag kijkers. Louis, toen je naar buiten kwam met het bericht omtrent de jonge man en de moeder en zoon, heeft het een aantal mensen geraakt in de samenleving. En een tante van mij, die anoniem wenst te blijven, ze heeft me op het hart gedrukt. Ze wil niet dat haar naam genoemd wordt. Ze belde me op en zegt: luister, ik wil wat kennen. En ik neem aan dat je de heer Vismalen ook kent. Ik zeg: jij kent hem al een aantal jaren uit een ander verband. Ik zal hem bellen. En dus zij wil een geste doen. Ze zegt: zij heeft ook kinderen. Ze heeft een gezin. En waar ze kan helpen, wil ze ook helpen. Ze weet wat de moeder meemaakt. En het komt voor haar uit natuurlijk een goed hart. Maar ze wil onder geen beding in de publiciteit. Dus kreeg ik die job om het te doen. En heb ik je gebeld. En nu zijn jullie hier. Dus ik wil je namens mijn tante, tante van mijn vrouw, een bedrag van 10.000 SRD schenken. Om te helpen dat deze jonge man daadwerkelijk genezen kan worden en het leed verzacht wordt. Ik wil de stichting hierbij dit bedrag overhandigen. Dank u wel. Tante, van hieruit wil ik u heel hartelijk dankzeggen dat u uw hart op de juiste plaats gezet heeft om deze jurig middels een geste van 10.000 SRD te doneren. Mevrouw Mariska, mag ik namens de familie 10.000 SRD aan u overhandigen? Ja, ik wil ook de tante bedanken en de heren Nagisasin en u, meneer Vismalen. Ik wil zeggen dank u wel voor uw sponsoringen. En hopelijk gaat het wel genieten. Hoe voel je je nu op dit ogenblik? Ik voel me blij van die sponsor. En ik wil ook zeggen dank u wel, tante.